Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Intersport. Goedemiddag en welkom bij Game Set & Match. Ik heb vandaag een interview met Amanda Hopmans. We praten met de Fed Cup fysiotherapeut Meijne Veldman. Maar allereerst heb ik nog een appeltje te schillen met de nieuwe nummer 1 in de damestennis. En dan hebben we het over Esther Vergeer, 17 jaar oud en sinds kort de nieuwe nummer 1 van de wereld bij het rolstoeltennis. Bij haar geboorte werd een afwijking in haar ruggenmerg geconstateerd en toen ze 8 jaar oud was, werd Esther daaraan geopereerd. Bij deze operatie, die niet geheel zonder risico's was, werd een aantal bloedvaten gedicht. Helaas werd ook de bloedtoevoer naar de zenuwen van haar benen gedicht, met als gevolg dat ze na de operatie een dwarslesie bleek te hebben. Esther, ik zei het al, de nieuwe nummer 1 van de wereld. Je bent eigenlijk een beetje de Martina Hingis van het rolstoeltennissen. Zoiets, ze zeggen het, ja. Ja. Word je ook wel eens zo genoemd? Of, Nou, niet echt letterlijk zo van, het lijkt wel op Martina Hingis, maar wel van, jong en gaat snel vooruit. En, Ja, want hoe oud ben je? 17. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen gewoon tennis en rolstoeltennis, naast het feit natuurlijk dat jij in een rolstoel zit? Ja, de één verschil dat wij de bal 2 keer mogen laten stuiteren, maar voor de rest is alles hetzelfde. Hoe bent jij zeg maar met je voorhand? Want ik zag je net bij een backhand zeg maar, zag je de stoel de andere kant op keren. Nou ja, met je voorhand dan sla je eigenlijk zo en je beweegt eigenlijk mee met je stoel, zoals jullie dan met je heupen en heel je lichaam mee bewegen. Ja. En met de backhand is het eigenlijk moet je eigenlijk stil blijven staan, want als je dan mee gaat bewegen, dan ga je juist zo. Ja. En dat is dus niet de bedoeling. Nee. Dus eigenlijk met je voorhand kan je meedraaien, maar met je backhand moet je stilstaan. Ja, en als die bal recht op je stoel afkomt, dan moet je heel snel iets proberen, maar ja, dat moet je zien te voorkomen. Voor de operatie deed Esther weinig aan sport, maar tijdens de revalidatie kwam ze in aanraking met onder meer basketbal en tennis. Wanneer ontdekte jij dat je eigenlijk wel ontzettend goed werd in die sport? 4 jaar geleden, denk ik. Toen ben ik naar een toernooi gestuurd door de KNLTB, een jeugdtoernooi. En dan gaat het maar eens proberen. En toen heeft een trainer tegen mij gezegd van, hier moet je mee doorgaan. Toen ben ik daar dus mee doorgegaan. En ja, het ging goed en ik vond het leuk en ik begon er steeds meer plezier in te krijgen. En dan merk ik toch wel van, hier kan ik wat mee bereiken natuurlijk. Kun je zeggen dat je eigenlijk door je handicap toch ook een heleboel mooie dingen bereikt hebt, die je anders misschien wel niet had bereikt? Ja, zeker weten. Nou, al dat tennisgedoe, dat reizen, dat andere mensen ontmoeten. Zoveel dingen doe ik nu die ik anders nog nooit had zou doen. Of ik weet niet eens of ik had gaan tennissen als ik niet in de rolstoel had gekomen. De combinatie van school, basketbal en tennis werd Esther te zwaar. Nadat ze Europees kampioen basketbal was geworden, moest ze een keuze maken. Het werd tennis en niet zonder succes. Je bent nummer 1 van de wereld. Je stond in de finale. Hoeveel heb je mee naar huis genomen? Ik wil het echt weten. Ja. $85 voor de dubbel. En ik geloof $400 voor de single. Je wilt natuurlijk die sport zo professioneel mogelijk spelen, maar als je geen geld hebt, als je geen sponsors kan vinden, dan houdt het gewoon op, want het kost heel wat, dat reizen. En dan is je portemonnee op een gegeven moment leeg en dan kan je gewoon niet meer. Hoe verliep het moment dat je nummer 1 van de wereld werd? Heel raar. Eigenlijk vorige week dinsdag ben ik thuisgekomen vanuit Amerika. Toen s'avonds werd ik opgebeld van, je bent nummer 1. Mijn oude trainer die nu in Engeland woont, die had mij opgebeld, Mark Koopman. Hij zegt zo, je bent nummer 1, nou heb je je doel bereikt. En ik zeg, leuk, weet je wel. Maar het drong eigenlijk niet tot me door. En eigenlijk die dag daarna dacht ik van, het is wel heel wat. En dit is mijn doel geweest en nou heb ik het bereikt.
Na de 5-0 nederlaag tegen België vorig week einde gaat het Nederlandse Fed Cup team zware tijden tegemoet. In 2000 komt er slechts één wereldgroep. Die zal bestaan uit de 8 teams uit wereldgroep 1, de 4 teams die in wereldgroep 2 hebben gewonnen en een 13e land dat door middel van kwalificatiewedstrijden de laatste plaats in deze groep moet bemachtigen. Boris Becker heeft zich vanwege het overlijden van zijn vader teruggetrokken uit het toernooi in Monte Carlo. Zijn vader, een architect die onder andere ook tennisstadions gebouwd heeft, was al geruime tijd ernstig ziek. Pete Sampras heeft om een wildcard voor het toernooi in Queens gevraagd. Omdat Sampras te laat had aangegeven dat hij Queens wil aandoen als voorbereiding voor Wimbledon, zal hij of een wildcard van de toernooidirecteur moeten krijgen of gewoon kwalificatie moeten spelen. De meeste toptennissers spelen op schoenen die speciaal voor hen gemaakt zijn, want iedere speler heeft natuurlijk zo zijn eigen wensen. Hoe zo'n schoen nou precies ontworpen wordt, zijn we eens gaan vragen op een echt schoenenlaboratorium in Amerika. Wanneer je een sportzaak inloopt om nieuwe tennisschoenen te kopen, heb je waarschijnlijk geen idee wat er allemaal aan vooraf gaat voordat je een schoen hebt die lekker aanvoelt en goed om je voet zit. Jaren van research gaan eraan vooraf. Honderden mensen werken samen met de atleten een paar jaar lang aan het maken van een nieuwe tennisschoen. This is really the finish. This is what the customers will get, fall 99, and basically this has taken myself. I've been working on this shoe for 2.5 years, and I'll just give you a quick kind of overview. Trying to condense 2.5 years into a few minutes is pretty tough. We start with really talking to the athletes and finding out what they need, and the athletes are getting more aggressive, they're getting faster, they're getting fitter, and they put a lot more stress through the products, through the footwear. So the main need in this product, the real function that it's got to provide, is stability. The early sketches where I'm looking at how to create stability in the upper. So you can see this is probably back in 1996. The finished product is here. There's a direct relationship there. We do hundreds of these. Then from there, we create the upper of the shoe. We make models. This is a hard model. We spend a lot of time working with the modelers and building all these aspects into the shoe. Just to kind of take you through the shoe, you have a shoe that's on the inside, it needs to address durability. It's got a different function on the inside, and then on the outside it looks very different, and there's a reason for that. The shoe needs to work medially and laterally. It needs to have two different functions, so that's why the shoe's been designed this way. We're also doing research within the lab. They give us the foundation, some of those original kind of parameters to work around. This is what it's all about, the foot, and the shoe needs to work in conjunction with the foot. So we use these to make sure that the positioning of the airbags in the shoe is going to be correct, make sure that the way the upper is holding the foot is going to be stable. And really it's a great way of making sure that you've been true in the design. I like to compare my role with building a house. I'm kind of the owner of the house, and I want to build a house, which would be a shoe. So I go see the architect, which is in our case is the designer, and I tell the designer what type of shoe I would like for the year 2000 or 2001 as we work 2 years out. And so together with the designer, I would tell him or her what shoe I'm looking for, so whether it be a two-story house, how many bedrooms and all that. And so they show me the designs, and we work together to make sure that we're heading in the right way. Once we're happy with the design, we then go to the developer, which would be the constructor of the house. And I tell the developer what type of materials I would like in the shoe, which would be like, do you want to build your house in marble, wood, or brick? And all that depends on, obviously, the cost of the shoe you want to, how much money you want the shoe to be. Basically, the lab would be concerned with two major areas. One is we look at performance enhancement, you know, how we can make people